Dag mensen, een hele goede morgen, welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en aard en geen financieel advies. En in deze video gaan we kijken naar drie tekenen dat we mogelijk toch de bodem hebben gemaakt voor Bitcoin. We hebben in ieder geval een aantal indicatoren waar ik nog naar zocht dat die zouden gebeuren om een bodem te maken. We gaan er naar kijken, de traditionele aandelen, Omicron, de nieuwe coronavariant en de dollar. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het belicoontje te klikken. En we beginnen met de Fear and Greed Index. Een van de ingrediënten die ik zocht in de afgelopen weken eigenlijk tijdens deze correctie. Vaak heb je extreme fear en paniekverkopen nodig om dat laatste beetje angst dat mensen dan voelen om hun bitcoins te verkopen. En dat gebeurt dan vaak voordat je de echte reversal krijgt. En overnacht zagen we al een goede pump en daar gaan we zo direct naar kijken. Je ziet het hier niet, maar we hebben ook de waarde 21 bereikt, wat extreme fear is. En dat is ook een van de dingen die ik dus in de afgelopen weken zocht. We zitten nu nog in de fear, wat ook dus in mijn ogen juist positief is voor een herstel van bitcoin. Dan, de actie van vorige week, Black Friday, die is voorbij. Hoop dat jullie er gebruik van hebben kunnen maken. Mo is degene die de derde chocoladelet heeft gewonnen. Ik vind ook dat Sonny Decree en Alessio Restani de Black Friday actie hadden moeten zien. Goed, waarom zien we een pump? Dat heeft waarschijnlijk te maken met Goldman en het nieuws dat de nieuwe mutatie voor Omicron waarschijnlijk niet nodig is. Er is geen reden nodig om je portfolio hierop aan te passen. Dus dat lijkt toch voor wat positiviteit in de markten te zorgen. Ook de World Health Organization zegt dat de Delta variant nog steeds de grootste kopzorgen geeft voor de pandemic die nu dus gaande is. Dus dat lijkt toch wat positiviteit in de markten te geven. Dan nog afgelopen vrijdag, Bitcoin die CNBC, stelletje boomers, snappen nog niks van Bitcoin in mijn ogen. Ze hebben het over een bear market, ook zoiets wat ik eigenlijk graag wil zien in de headlines. Die pure angst dat mensen denken dat het een bear market is. En dat is omdat Bitcoin 20% van de all-time high is gezakt. En bear markets are typically defined by a decline of 20%. Oftewel, een bear market is bij een 20% daling. Maar dat is absoluut niet zo in Bitcoin. 20% is nog eigenlijk een redelijk nette daling. We zien vaak zelfs 25 tot 30% dalingen voor Bitcoin. Dus ook dit is compleet onzin en staat in de premium Discord groep onder humor in ieder geval. Goed. We gaan eerst kijken naar de traditionele aandelen, de dollar, voordat we naar Bitcoin gaan en we eindigen met Ethereum. Geen altcoins deze video, anders zou die veel te lang worden en mijn ochtend voor de video is niet zo lang. Dus we beginnen met S&P 500. We zagen vorige week vrijdag toch een sterke correlatie met Bitcoin op basis van het nieuws van Omicron. En ook dat is in mijn ogen niet geheel toeval. Black Friday, een vakantiedag in Amerika ook. Markten hebben lager volume, lager liquiditeit. En het is makkelijk om die markten dan te manipuleren en een bepaalde richting op te duwen. En we zagen dan ook een goede dump hier. Dus support was verloren. We zijn naar het volgende supportpunt gegaan. En we hebben ook hier bij de 200 moving average aangetikt. En afgelopen nacht zagen we dan wel weer een goede pump. En dit is ook allemaal correlatie. Dit zagen we met Bitcoin gebeuren. En we zien ook een huidige pump met Bitcoin op dit moment. Ook met de features van de S&P 500. Maar goed, het is positief. Potentieel kunnen we hier ook een descending broadening wedge in vinden. Wat een bullish patroon is. Technische target ligt op de 47,40 ongeveer. Maar goed, als we daar weer boven komen, boven deze neerwaartse lijn, dan is het in ieder geval haast zeker dat we de downtrend hebben verbroken. Alleen heeft dat nog even tijd nodig om te ontwikkelen. Hier zit de weerstand op de 46,50 ongeveer. Daar moeten we boven komen. Maar op zijn minst moeten we hier dus eerst een 4 uur uptrend maken. Dus we zouden eerst nog dit moeten doen. En als we hier een 4 uur uptrend kunnen krijgen op de S&P 500, is het ook meer zeker dat we de bodem hebben gemaakt voor Bitcoin. Eén punt van de drie was dus de Fear and Greed Index. Punt nummer twee is de dollar. Want wat we zien is dat hier een groot neerwaartskanaal is voor de dollar. Die is naar beneden uitgebroken. Lijkt hij eigenlijk een bearish hertest te willen maken. Maar wat we in ieder geval zien op de wekelijkse
Is hier een shooting star candlestick wat een bearish candlestick is? En vaak geeft dat aan dat de koers eigenlijk wat moet gaan zakken. En hier zien we wel wat groen op de koers, maar vaak zie je dus dat na het vormen van een shooting star candlestick, dat de koers ietsjes omhoog gaat om vervolgens daarna naar beneden te gaan. Er is nog wel een uptrend gaande voor de dollar. Dus pas over een paar weken kunnen we met meer zekerheid zeggen dat er nog meer bullish mogen zijn over Bitcoin als we ook een low high maken. Maar goed, in de komende weken zouden we dus wat meer groen kunnen zien voor Bitcoin, omdat de dollar aan het terugtrekken is. En we zien ook de wekelijkse RSI op de dollar, die zit boven de 70, dus die is overboord. En eigenlijk voor de dollar is dat wel veel netter. Elke keer als die overboord is, zien we inderdaad een pullback. Ook hier eigenlijk zo'n shooting star candlestick. Hier was de wekelijkse RSI ook overboord. Tegen overboord aan, kregen ook een goede correctie naar beneden. En ook hier verschillende shooting star candlesticks. Maar zoals je hier ook ziet op de wekelijkse RSI, er was wel een shooting star candlestick. We kregen inderdaad een pullback. Maar daarna gingen we nog wel redelijk zijwaarts, maar wel verder omhoog. Dus Bitcoin kan wat ruimte krijgen om te ademen. Maar de vraag is voor hoe lang. Dus dat voor de traditionele aandelen in de dollar en punt nummer 2. En nog even een korte recap voordat we naar de grafieken gaan voor Bitcoin. Dus eigenlijk een paar weken geleden riep ik al, Bitcoin heeft waarschijnlijk een correctie nodig. Gaan we naar de 58.000, gaan we naar de $53.000. Nog in de video's daarna had ik het vooral over de $53.000. En dat hebben we nu dus eigenlijk ook bereikt. En in de video van vorige week vrijdag riep ik inderdaad, er zit misschien support op 55.000. Er zijn tekenen dat we daar in een evenwichtpatroon zitten die naar boven kan uitbreken. Maar we kregen een diepere derde dip. En daar gaan we in ieder geval naar kijken. Nog even wat ik dus ook liet weten. Ook na de video kregen we juist een wat diepere dip. Dus toen heb ik updates gedaan in de Premium Discord groep. Zet de video gerust op pauze. En dit zijn de dingen waar ik dan op let. Dit is mijn strategie. Voor Bitcoin in ieder geval. Dus lees het rustig even na. Dit soort updates krijg je dus ook te zien in de Premium Discord groep. En gisteravond ook nog een korte update waarom ik denk dat we zijn uitgebodemd en wat we kunnen verwachten. En de bear flag fakeout die we in het weekend vaak zien, gaan we ook zo nog even naar kijken. En ook 's ochtends dan een update over wat ik verwacht. Goed, de wekelijkse grafiek. Ja, in mijn ogen nog steeds. De hoofdlijnen die lijken te volgen. We hebben hierbij dus ook de twee mogelijke targets hebben we nu bereikt. De $53.000 en de $58.000, die is al lang bereikt natuurlijk. Dus we hebben hier een higher low. Natuurlijk heeft die bevestiging nodig, maar op dit moment, de afgelopen maanden, we hebben dus deze correctie gehad. Waarin ik zei, we kunnen hier potentieel een correctie krijgen. Nou, we zijn veel dieper gegaan dan dat ik had verwacht. Daarna zei ik consolidatie voordat we gaan uitbreken. En sindsdien hebben we ook deze mooie uptrend te pakken op de wekelijkse. Dus ik zie nog steeds geen reden in om niet te geloven dat we door zullen gaan richting de ton van John, de $100.000. Maar dat gaat gewoon nog een aantal weken duren. En misschien wordt dat eind deze maand. Misschien wordt dat volgende maand, januari 2022. Maar op dit moment ziet het er gewoon nog goed uit. Zolang we deze support hier houden. Ook zien we op de wekelijkse een hammer candlestick ontstaan. En ook een wick aan de onderkant van de candlestick van vorige week. En dat geeft een koopdruk aan bij de bulls. Dus we zouden hier ook weer een mooie ronde bodem kunnen vormen. Net als dat we hier zagen. En is $53.000 inderdaad ook de bodem geweest voor de Bitcoin koers in ieder geval. Waar kijken we daarna naar? Ik kijk in ieder geval naar de 77.000 tot de 87.000. Mogelijk in december. Dan de futures grafiek. Er is een gap ontstaan op de 56.290 tot de 54.430. Dat betekent dat we dus nog een gap onder ons hebben. In 95% van de gevallen vullen die gap zich. En in 76% van de gevallen ongeveer doen ze dat in dezelfde trading week. Dus de kans is groot dat we deze week in ieder geval nog de 54.430 zullen aantikken om die te gaan vullen. En we zien ook dat de koers hier mooi de vorige supportbox, of eigenlijk de vorige highs, hier heeft aangetikt. En dus dit is een belangrijke support ook om te houden. Als we daarboven kunnen blijven, ziet dit eruit als een potentiële falling wedge die naar boven kan uitbreken. Op de futures grafiek zien we ook wat duidelijker, toch wat capitulatievolume ook hier in de laatste stap naar beneden, in de laatste daling. Ook dat is positief om te zien in ieder geval. En het derde punt is eigenlijk natuurlijk ook,
53.000 dollar, dat is al de target eigenlijk voor een paar weken en die hebben we nu ook bereikt. Dan Bitcoin op de daily, op de Bitstamp grafieken. Wat kunnen we hier zien? Dus vorige week had ik het nog over de double bottom die onder vormen was, maar die is gebroken. Dus dat was een van de redenen dat er een indicatie was dat de bodem gevormd werd. Daarna hadden we de situatie met 1, 2, 3, 4, 5, het evenwichtpatroon, net zoals dat we hier zagen. En zoals ik in eerdere video's heb gezegd, een daling komt vaak in drie golven. 1, 2 en soms heb je dan dus een diepere dip of een kleinere dip. En in dit geval was het een kleinere dip. En hier hebben we dus een 1, 2 en eigenlijk een grotere dip gekregen. Dus dat evenwichtpatroon, ik zei vorige week, het lijkt erop dat die er is, die bodem. Maar dat is dus nog steeds dat. Scenario's eigenlijk invalideerd en we hebben een derde dip gekregen na die 100 moving average, deze paarse lijn die je ziet, die nu dus als support functioneert. Dus mijn inziens lijkt het er nog meer op dat we wel de bodem hebben bereikt. Eén grote maar is hier de traditionele aandelen en Omicron. Als we nu weer slecht nieuws krijgen, ja, dan kan het hier wel lijken op een potentiële bodem, maar je hebt daar gewoon geen zekerheid in. Dus daarom maak je een tradeplan. En deze video's zijn ook voor de traders. De stoplosses onder de lows als je instapt. Want als we gaan zakken, dan kunnen we dieper zakken. Echt bearish word ik pas als we dit rode scenario hier krijgen. Dus onder die 51 tot 50.000 dollar komen. Dus op deze manier eronder komen. Dat bearish afwijzen en doorgaan naar beneden. Dan word ik bearish. En ja, zouden we potentieel een hele andere bull market kunnen krijgen. Maar goed, daar zijn we nog niet. Op de dagelijkse zien we in ieder geval nog steeds de falling wedge hier. Deze twee witte lijnen die je ziet. Dus een bullish patroon. Eigenlijk wat we dus ook vaak zien. Verschillende falling wedges elke keer bij de correcties. En ook hier zagen we dat regelmatig. Dus nog steeds geen aanleiding om te geloven dat we hier echt bearish moeten zijn. Wel hebben we nog steeds lower highs op de dagelijkse. Dus we hebben de downtrend nog niet veranderd. Lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Lower high. En de dagelijkse is nog niet gesloten, dus dat is op dit moment nog steeds een lower high. Maar wat moet er dus veranderen is die downtrend, die moet een uptrend gaan worden. En dus hier een goede stijging gemaakt. Dus het is dus in ieder geval genoeg ruimte gemaakt hier om dat ook te vormen. Dus we hebben hier een low, we hebben hier een high. En wat we moeten vormen is een higher low. En wellicht blijven we boven de 100 moving average, boven de 54.000. Dat zou positief zijn in ieder geval, om in ieder geval een start te krijgen voor die uptrend. Dus dat is wat we moeten zien om meer bullish te mogen zijn. Maar de tekenen zijn er nu in ieder geval wel. De laatste ingrediënten, de Fear and Greed Index die naar Extreme Fear is gegaan, de 53.000 die is bereikt. En de dollar die op een potentiële toppunt op de wekelijks is gekomen. Ja, het begint er positiever uit te zien na de diepe daling van vorige week vrijdag. Dan op de lage timeframes, wat ik zaterdagochtend in de Premium Discord groep Only Update zei, is dat we ja, consolidatie kunnen krijgen, een bear flag. En dat vormde zich dan ook afgelopen zaterdag. En wat je dan vaak ziet in het weekend, is eigenlijk zijwaartse actie, waarbij de koers eigenlijk een mooi evenwichtpatroon vormt. In dit geval was het ook een bear flag. Maar zoals ik in die update ook zeg, is dat je daar vaak dan ook een fake-out krijgt. Dus waarbij de koers eigenlijk naar beneden schiet. Even welke is dit? Deze weghalen. En dat is deze witte lijn eigenlijk. Dat je dus eigenlijk een fake-out naar beneden krijgt. Alle stoplosses hieronder die worden geraakt en er wordt liquiditeit opgehaald. En je krijgt een pump de andere kant op. Dus dat gebeurt regelmatig. En daarom is het weekend vaak ook niet het beste moment om een positie te openen. Vaak kun je wachten tot zondagavond, maandagochtend om op in te stappen. En je mist in dit geval misschien wel die pump. Maar dat maakt niet uit, want je hebt meer zekerheid. Je kunt beter je risk-reward toepassen, omdat je hier nu ook een mooie low hebt. Dus hier zouden we de volgende situatie kunnen krijgen. Deze bear flag die lijkt dus te worden geïnvalideerd. Tenminste, lijkt, die is geïnvalideerd. Dus die kunnen we weghalen. Maar goed, de koers die heeft nu dus een mooie pump gemaakt. Een relatief goed volume. Maar we hebben nog een gap op de 54.430. Dus wat dat betreft zie ik die nog wel gevuld worden deze week. Dus een mooie pullback. Nog even laten schrikken de mensen. Richting de 54.430. Daarop instappen om vervolgens daarna de grotere falling wedge uit te breken. We gaan het zien in ieder geval.
Dan wil je leren traden of meer van die premium Discord groep updates. Hè? Dan kun je in ieder geval een beetje meekijken. Je kunt gratis kennismakingscursus doen om te kijken of traden überhaupt iets is voor jou in mijn stijl. En handelen in cryptocurrencies deel 1 en deel 2 kun je ook doen om echt meer te leren over het traden en succesvol te kunnen worden daarin. En FTX is de beurs waar ik meeste trades doe. Long gaan, short gaan. Je vindt de links allemaal onder in de video. En nog een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Met allemaal toppe Sinterklaas en kerstproducten. Je vindt de link hiervan ook onder in de video. En als laatste gaan we kijken naar Ethereum. We zagen gisteravond ook nog een potentiële head and shoulders. Dus dat zou vrij desastreus kunnen zijn geweest voor Ethereum. Het technische target lag op de $3000. Maar de kans is groot dat die nu wordt geïnvalideerd. Ook hier op de lagere timeframe, zoals net als bij Bitcoin, een bear flag te zien. Ook die is gelukkig niet uitgebroken. Ethereum was net iets sterker, dus je kreeg niet een lelijke fake-out waarbij de lows werden gestopt. Maar deze head and shoulders is er nog wel. Invalidatiepunt voor mij ligt dus in het witte vlak. Hier moeten dus eigenlijk boven komen en support maken. En dan, zeker als we de rechterschouder gaan verbreken, is dit proces in ieder geval geïnvalideerd. Maar net als met Bitcoin lijkt het er wel op dat we eerst nog iets van een pullback moeten hebben voor Ethereum, voordat we door zullen kunnen gaan. Goed, dat was het voor deze update in ieder geval. Oh, en misschien nog even Ethereum versus Bitcoin meenemen. En we zien ook hier die Rising Wedge, die is naar beneden uitgebroken, maar niet heel sterk eigenlijk. En we zien hier meer consolidatie. En in het beste geval, hè, dus hier zien we toch iets meer consolidatie. Dus het kan zowel naar boven of naar beneden uitbreken. En als we dit naar boven uitbreken, dan zou dat nog wel eens heel mooi kunnen uitpakken. Nogmaals, grotere bullish pennant. Als deze naar boven uitbreekt, zal dat mooie, een hele mooie stijging opleveren voor Ethereum in ieder geval. En altcoins zullen deels volgen. En daarna krijg je het echte altseason. Dus wat we willen zien is dat deze bullish pennant uitbreekt. Goed, we zitten tegen de bovenkant aan. Die hoeft niet naar boven uit te breken. En als we kijken naar Bitcoin, gaan we hier nu een high low maken. Wat mij in ieder geval doet denken dat we dan eerst nog een dip moeten krijgen bij Ethereum versus Bitcoin. En zoals ik in een eerdere video al heb gezegd, eigenlijk verwacht ik rond de halverwege januari een echte uitbraak van dit patroon. Dus we zouden dit nog kunnen krijgen in de komende weken, voordat we dan echt gaan uitbreken. Goed, dat was het voor deze video. Volgens mij is het alweer vrij lang. Ik zou zeggen in ieder geval happy trading, een hele fijne dag. En ik neem altcoins morgen mee.